Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 29 april. Het wordt een aardige dag vandaag met een flinke zonnige periode. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog, er is slechts een kleine kans op een enkele bui. Vanochtend is het zo'n 4 tot 6 graden, maar de temperatuur stijgt vrij snel. En vanmiddag liggen de maxima dan zo tussen de 10 en de 11 graden in het noorden, en 13 en 14 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind. Later vandaag, vanavond, dan draait de wind naar het oosten. De temperatuur tijdens zonsondergang ligt dan zo tussen de 7 en de 11 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt dan een stuk verder op. Het wordt zo'n 16 tot 18 graden. Wel staat er een stevige oostenwind, matig tot krachtig. De kans op een bui is klein. Misschien dat er in Zeeland later op de dag een enkele bui valt. En Volgende week wordt het dan weer wat meer wisselvallig met temperaturen over het algemeen zo rond de 14 graden. De meeste buien worden in het zuiden van het land verwacht. In het noorden is het vaker droog. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijn weekend.